Goedemorgen Tilburg, hoe is het met jullie? Kijk, het is een beetje koud, dus we gaan het niet te lang maken en we gaan zorgen dat jullie snel naar binnen mogen. We gaan zo meteen starten met de officiële opening van deze fantastische winkel. Tenminste, wij hopen dat jullie dat een fantastische winkel gaan vinden. Maar we hebben een speciale gast vandaag bij ons, die met ons de opening gaat verrichten zo meteen. En ik wil zo meteen deze gast even introduceren. En ik heb een paar vragen aan jou, Timo. En dan geef ik zo meteen het woord aan jou, Geert-Jan, onze filiaalmanager. Vandaag bij ons, Timo Rozen, een van onze meest grote talentvolle wielrenners van Nederland. En lid van de Jumbo wielerploeg. Timo, jij als inwoner van Tilburg, want je woont hier vlakbij. Fijn dat jij tijd hebt om hier te zijn. Volgens mij is het seizoen voorbij. Wat een fantastisch seizoen hebben jullie achter de rug. Jullie hebben gepiekt in de Tour, fantastische voorjaarsklassiekers. Wat was voor jou persoonlijk het hoogtepunt van dit wielerseizoen? Ja, er waren een paar hoogtepunten wel. Ja, de Tour de France was natuurlijk voor de ploeg super mooi. Ja, als we drie ritten winnen al en met de sprinttrein twee ritten. En het klassement ook nog goed gaat, dan op alle fronten liep het eigenlijk super goed met de ploeg. En ja, daar was natuurlijk één grote mooie beleving in de Tour dit jaar weer. Dus, ja, in de grootste wedstrijd zo goed rijden met de ploeg, dat is ja, denk ik misschien wel uniek. En ja, voor mezelf was ook nog een hoogtepunt in Canada. Daar een paar wedstrijden goede uitslagen kunnen rijden. En ik denk, ja, het is weer ja, sowieso weer een mooi seizoen geweest voor de ploeg. Dus het was mooi. En nu is het winterstop voor jullie. Ik hoorde je net vertellen dat je wat traint en langzaam nadenkt naar de doelstelling van volgend seizoen. Als je nu naar volgend seizoen kijkt, wat zijn jouw doelstellingen voor jezelf voor het komend seizoen? Ja, ik wil sowieso weer naar de Tour gaan. Dat is wel een groot doel natuurlijk. En verder, in het voorjaar op de Kasseien Klassiekers is voor mij altijd een doel. En ook komend jaar zal het dat weer zijn in de Ronde van Vlaanderen. En Parijs-Roubaix, het was de Vlaanderen, die wedstrijden. Ja, dat is sowieso mijn eerste piek. Wordt dat komend jaar ook weer. Ja. En vandaag hier voor de opening van de winkel, voor jouw winkel zometeen, want je woont hier vlakbij. En ik denk dat we over moeten naar de officiële opening, Timo. En aan jou zometeen de mooie taak met het team om af te gaan tellen en op de knop te gaan drukken. Ik geef het woord aan onze filiaalmanager Geert-Jan Kuper. Goedemorgen Tilburg. We hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt om de mooiste supermarkt van Nederland neer te zetten. Kom dadelijk maar eens kijken. Het is echt prachtig wat we neergezet hebben. De grootste van Tilburg. De mooiste supermarkt van Nederland. Prachtige keukens erin. Laplace elementen erin. Een hele beleving dadelijk. Buiten dat zijn we ook nog steeds de allergoedkoopste. Dat doen we toch maar even. Ons team heet u dadelijk van harte welkom. En dan gaan we op de knop drukken. Mensen, we gaan aftellen. 7. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welkom allemaal. Thank you.
Goedemorgen. Goedemorgen en gefeliciteerd met het openen. Welke site komt hier net te staan? Dank je wel. Gelijk aan mijn moeder. Kijk, goed bezig jongen. Nou, heel veel plezier. Deze verdient wel. Goedemorgen. Doe ik. Goed. Ik doe het nog een beetje filmen. En dan ga ik direct weer terug naar mijn eigen jumbo. Oké. Paard van 11 klein. Succes. Goedemorgen, wat leuk. Dank voor je morgen. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Je wil het dans, alsjeblieft.
Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd met de opening. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ziet er mooi uit. Ja, het is wel fijn om te horen. Mooi. Ja. Echt prachtig. Fijne dag, hè? Hetzelfde. Ja. Gefeliciteerd met de opening. Dankjewel. Anouk, gefeliciteerd met de opening. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Dankjewel. Ik denk, leuk, ik kom hè? Even kijken. Ja, ik hoorde het van Gijs. En het filmpje dat komt op YouTube en op, en op Facebook. Is dat waar? Ja. Leuk, hè? Nou, dan ga ik zo direct weer terug naar... Moet je nog werken? Ja. Dus ik moet nog wat langer blijven. Regeltjes, regeltjes. Dus, en dit pak is niet voor mij niet nodig. Dat is goed. Anouk, ik kom nog binnenkort nog een boodschap. Goed. Doei. Doei.